Welkom bij de laatste aflevering van De Woelige Baren van dit tweede seizoen. En we gaan eruit met een hele bekende gast. Ja, met een collega. We gaan een collega interviewen. Van TV West? Nee, niet van TV West. Van Unity TV? Ook niet van Unity TV. Waar dan van? Hij is van de VARA. Oh, van de VARA. En zijn naam is? Menno Bentveld. In deze aflevering van De Woelige Baren. Aan boord, Menno Bentveld. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Welkom aan boord. Aan het begin van iedere uitzending neem ik altijd eerst even het paspoortje van onze gast door. Om te kijken of we wel de juiste Menno Bentveld aan boord hebben. Je weet niet of er meer zijn natuurlijk. Ja. Volledige naam, Marinus Antonius Bentveld. Zeker, ja. Geboortedatum 22 juni 1967. Ja. Maakt jou 48 jaar oud. Klopt. Geboorteplaats Leiden. Ja, ook. Woonplaats Leiden. Ook. Ja. En bekend als televisiepresentator bij de VARA. Je presenteerde ooit Club Veronica, Jules Unlimited, Kinderen voor Kinderen. Ook, ja klopt. 12 steden, 13 ongelukken en presenteert nu Vroege Vogels op Radio 1 en op NPO 2. Ja. Toch? Ja, zeker. Maar mag er meer bij? Ik zeg het gewoon onbescheiden. Ik ben ook beren trots op een documentaire serie die ik afgelopen jaar gemaakt heb. De Muur. De Muur, precies. En geweldig om te maken. Daar gaan we weer een tweede serie van maken. Oh. Dus je hebt een scoop. Kijk eens even. Daar gaan we een tweede serie. Dus dat mag niet onvermeld blijven. Nee, daar gaan we het zo meteen ook verder over hebben. Gelukkig, kan ik je vertellen. Ja, nee, daar waren wij wel. Okay. Dit is daar, als hij er zo over begint, dan is dit daadwerkelijk Menno Bentveld. Degene die wij hebben. Ja. Ja, de eerste vraag aan onze gast is eigenlijk altijd, hoe ziet je gemiddelde dag eruit? Dat verschilt enorm. Dat is ook het mooie aan het vak wat ik heb. Dus een zondag ziet er voor mij altijd uit dat om 5 uur de wekker gaat. En dat ik dan naar de meer rij en daar Vroege Vogels presenteer. Tussen 7 en 10 op Radio 1. Meerdere dagen in de week zien eruit dat ik voor Vroege Vogels tv-items maak. Dus dan rijd ik met een cameraploeg naar het Vochtelowerveen. Of ik rijd en neem de boot naar een Waddeneiland. Of naar zee. Nou ja, om items te maken over natuur en milieu. Die uitgezonden worden op Vroege Vogels tv. En andere dagen zien eruit dat ik redactionele werkzaamheden doe. Altijd op vrijdag is mijn redactiedag voor de zondag. En andere dagen bereid ik andere programma's weer voor. Zoals De Muur bijvoorbeeld, of andere zaken. Ja. Maar geen 9 tot 5? Ja, soms is het 3 uur 's nachts dat we achter een bever aangaan. Of 6 uur 's morgens dat we op de vals ligt te wachten. En de andere keer wel gewoon 's middags vlinders filmen of zo. Of, daar gaan we weer. Ja, daar gaan we weer. Ja. Hey. Je bent geboren en getogen in Leiden. Ja. Goede jeugd gehad? Ja, geweldig goede jeugd gehad. Ja, opgegroeid aan de Hoge Woerd. Mijn ouders hadden een meubelzaak aan de Nieuwe Rijn, Bentveld Interieur. Daar zit mijn broer nu in, meubelzaak, binnenstructuur. Dus ik heb op heel veel plekken in Leiden liggen herinneringen. En liggen als ik dan zo fiets en ik over de Breedte kijk even een steegje en dan zie ik daar de WW. Waar ik mijn eerste biertje gedronken heb. En allemaal van dat soort plekken. Ja. Slimme jongen, VWO gedaan. Daarna universiteit, theaterwetenschappen. Ja, Utrecht. Ja. En toen ben je daarna toch weer teruggekomen in... Ja, ik ben eerst na de middelbare school ben ik een jaar naar Driebergen geweest. Vrij hogeschool, een soort tussenjaar was dat. Heel bijzonder jaar. Daarna inderdaad naar Utrecht. En toen toch weer teruggekomen in Leiden. Ja, ik ging eigenlijk direct na mijn studie ging ik heel veel op reis. Voor Veronica Reisgids, een reisprogramma. Een beetje de voorloper van 3 op reis, zeg maar. Ik was eigenlijk alleen maar weg. En het had eigenlijk geen zin om zelf daar nog in Utrecht een kamer aan te houden. Ik ben hier toch in Leiden, dus ik ga samenwonen en... Ik ben gewoon weer teruggekomen in Leiden. Hoe is dat gegaan? Van de theaterwetenschappen naar de televisie? Ik speelde heel veel toneel. Een beetje daarnaast. Een vriend van mij die bij de televisie terechtgekomen was, bij Veronica, was ook heel jong. En was eindredacteur geworden van een jongerenprogramma. En had mensen nodig om mee te doen met de screentest. Dat was Club Veronica? Club Veronica, precies. Hij had een heleboel mensen uitgenodigd, waaronder een aantal mensen van die toneelgroep. Van jongens, ik heb gewoon mensen nodig om... ik heb 20, 30 mensen nodig voor die screentest.
Dus dat gedaan en daar toen doorheen gerold. En dat ben ik toen geworden. Maar het is nooit een droom geweest. Dat is nooit een droom geweest. Het is absoluut toeval. Ik was eigenlijk, ja, ik deed theaterwetenschap, kunstbeleid en management. Ik had stage gelopen bij de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Ik dacht eigenlijk, ik word misschien wel Schouwburgdirecteur. Ja, dat vond ik geweldig. En misschien wel in Leiden had nog concurrent geworden van Bart. Maar nooit een droom geweest, maar wel altijd bezig geweest met theater. En nou ja, goed, ik was dan wel expressief. Dus toen ik eenmaal voor televisie en radio ging werken, toen viel het puzzelstukje heel snel op zijn plek. We moeten weer duiken, hè? Ja. Ja, misschien voor deze niet. Ja, je woont op een mooi stukje Leiden, maar... Is mooi, hè? Ja, maar wel lage brug. Je breekt je nek als je er moet komen. Ja. En je bent wel een hele trouwe presentator, want je werkt dit jaar 20 jaar bij de VARA. Ja, 20 jaar bij de VARA en 25 jaar in het vak. Want ik ging tijdens mijn studie ging ik al voor Veronica werken. En dat was 1990. Ja, nee, het is aardig dat je het zo, de trouwe presentator. Je hebt ook een soort meubelstuk, maar nee, ik hou het nog steeds vol en het is nog steeds leuk. En ja, ik mag gelukkig dingen maken. Die geweldig zijn om te maken. Dingen die er wat mij betreft toe doen. Mm-hmm. Dat heb ik nooit gehad. Dat hoeft voor mij niet een... Ik hoef geen miljoenen publiek à la Boer zoekt vrouw. Ik bedoel, ik gun het ze en het is geweldig. Maar dat is niet waar ik het voor doe. Okay. Nou, dat brengt ons meteen bij het eerste rijtje dilemma's. Wat wij altijd doen in het programma. We hebben 5 dilemma's voor je. We beginnen met dilemma's over het vak. Ja. Presentator. Je moet kiezen. Okay. Dat is belangrijk. Ja. Ja, de eerste, televisie of radio? Ik moet kiezen, dan zeg ik televisie. Maar goed. Je mag zo niet wel zeggen. Ja. Vrije geluiden of The Voice of Holland? The Voice of Holland. Vroege Vogels of De Wereld Draait Door? Vroege Vogels. Presenteren of acteren? Presenteren, ja. Ik ben een onderschatte presentator of ik zit op mijn plek? Nee, ik zit op mijn plek. Nee, ik zit absoluut op mijn plek, ja. Ja, het is wel interessant dat je zegt, ik ben er niet op zoek naar het miljoenenpubliek. Nee. Je hebt wel eens De Wereld Draait Door gedaan, onder andere toen Matthijs van Nieuwkerk ziek werd. Ja, je schuwt het dus ook niet, dat miljoenenpubliek? Nee, absoluut. Nee, kijk, als je in dit vak zit, dan wil je in principe dat je... Tenminste ik, dat je hele mooie dingen kunt maken, bijzondere dingen. En dat er zoveel mogelijk mensen naar luisteren en kijken. Weet je, ik kijk ook naar de kijkcijfers de dag erop. En we houden de luistercijfers in de gaten. Dus het is niet waar het om draait. Maar het doet wel heel goed als je boodschap een groot publiek bereikt. Dat staat buiten kijf. En inderdaad, die keren bij De Wereld Draait Door, dat was geweldig om te doen. Dat voelde ook goed. Ik kreeg heel veel goede reacties. Er werd wel gegrapt. Matthijs was heel snel beter na die 3 dagen. Gelukkig kwam hij er weer helemaal bovenop. Maar De Wereld Draait Door is natuurlijk een enorm groot programma. Niet alleen hoe het gemaakt wordt en wat het betekent, maar ook in de maatschappij. Daar kijken verschrikkelijk veel mensen naar. Ja, dat is natuurlijk geweldig om te doen. Maar gaat het dan kriebelen als je dat doet? Dat kriebelt? Ja, nee. Ik zou liegen als dat niet zo is. De Wereld Draait Door is echt Champions League. Ja. Daar wordt op al je kennis en kunnen... wordt aanspraak gedaan. Live, gasten, snel, filmpjes, interviews. Nee, dit is geweldig om te doen. Je zei net Champions League, hè? Ja. Je hebt gedebuteerd in die Champions League. Ja, klopt. En je hebt gescoord. Denk je dan niet van, waarom word ik, waarom kom ik niet in dat basiselftal? Ja, nee, nou, voor mij is dat... kijk, bij de VARA zit ik absoluut in het basiselftal. Maar inderdaad, als je nou zegt, Matthijs is dan de... Maar je hebt ook kassa gedaan, zeg maar, ook weer als invaller. Ja, als invaller. Ja, nee, ik ben inderdaad bij de VARA ook een veelgevraagd invaller. Dat klopt. Zegt dat iets over jouw kunnen? Of zegt dat... Nou, kijk, er zijn natuurlijk wel tijden... Ik ben natuurlijk wat ouder en wijzer. Er zijn tijden geweest dat ik me daar wel druk over had kunnen maken. Van, wat ben ik nou voor... En ze bellen mij als ik moet invallen. En de echt mooie dingen, daar bellen ze dan iemand anders weer voor. Nou, zo zie ik het niet. En daarbij, ja, ik ben gewoon een enorme generalist. En, je bent makkelijk inzetbaar. Makkelijk inzetbaar. Ik kan verschillende dingen. Yeah. Ze kunnen me inbellen voor De Wereld Draait Door. Maar goed, ik kan ook zo'n project als De Muur. Zo'n documentaire serie. Ja, zelf bedacht. Zelf ontwikkeld.
De geweldig dat we dat mochten maken, de hele wereld over. Ja, dat soort dingen maak ik ook en bedenk ik ook. Als je nou terugkijkt die 25 jaar dat je televisie maakt, ja. Waar ben je het meest trots op? Nou, laat ik dan niet te lang nadenken, niet te ingewikkeld. Dan ben ik verschrikkelijk trots op de muur. Ja, je hebt ook een belangrijke televisieprijs meegewonnen dit jaar. Een tv-beeld in de categorie documentaires. Ja. Een aangrijpende serie. Ja, ja zeker. En... Kun je het kort even vertellen in een paar zinnen? Nou, de muur gaat over muren, over de hele wereld die mensen van elkaar scheiden, volkeren. Nog één vraagje over de televisiewereld. Hoe komt het eigenlijk dat we jou in je programma's zien en dat je verder in dat hele mediawereldje, in de glamourwereld aanwezig bent? Ja, ja, dat is eigenlijk vanaf het begin af aan een... heb ik daar een beetje aversie tegen gehad. Of nou een duidelijke keuze is geweest, maar ik heb ook bij Veronica... Ik wilde helemaal niet naar die feesten en die parties en op rode lopers. En ik weet het niet. Daar. In het begin heb ik heel erg aan moeten wennen om min of meer bekende Nederlander te zijn. Dat is op heel veel momenten heel... dat kan heel vervelend zijn. En ook heel moeilijk en confronterend. En je zou er een beetje paranoïde van kunnen worden. Dat je overal... Kijk, sommige mensen zijn heel bekend, anderen een beetje. Maar als je ook al een beetje bekend, je kunt overal herkend worden. Het kan. Niet dat het erover hebben, het kan. Overal. Dus het kunnen nu mensen staan die... Je werd al gezwaaid net langs de kant. Dat was dan een bekende. Maar je kunt overal, dus als je overal waar je aan je neus zit, of even met je hand in je broek, kan er iemand staan die... Hey Menno, nou is dat heel kolderiek, maar dat is heel vreemd omdat... Die jaren waarin dat aan het gebeuren is, om dat door te maken. Dat is, het had jouw carrière misschien wel een hele andere richting ook opgestuurd als je wel was gegaan. Als ik wel helemaal... bij Veronica bijvoorbeeld werd me op een gegeven moment gevraagd... Wil je de Miss Universe Nederland presenteren? Grote show, mooie meiden. Nou, ik weet niet wat ze allemaal gingen doen. Toen dacht jij, dat wil ik niet. Nee, dat wil ik niet. Nee, ik heb het niet gezegd. Al die meiden, ik kon het niet aan. Maar zo'n show... Ik dacht, ik wilde... Ik wilde programma's maken die inhoudelijk interessant waren en die ertoe deden. En natuurlijk, Jules Limited was niet iedere week. Probeerden we de wereld te veranderen. Maar goed, ik dacht als ik dat soort dingen ga doen, dan ben ik ook misschien geloofwaardigheid kwijt. Is dan de weg terug naar inderdaad de wat diepere programma's, wordt dan moeilijker? Daar was ik heel bang voor. Ja, ja. Ik weet niet of dat nou echt zo is. Ik weet niet, want ik was 25, 26 toen ze dat bij Veronica vroegen. Ik weet niet of het me nou nog steeds geschaad had als ik toen de Pin-Up Club, of nou, Pin-Up Club misschien wel, het seksprogramma, of ik Miss Universe Nederland was gaan presenteren. Weet ik niet, maar ik was daar toen heel erg bang voor. Ik was wel bezig met geloofwaardigheid en... ik wil wel voor vol aangezien worden. We verder gaan over onze mooie stad. Wij gaan naar het tweede rijtje dilemma's inderdaad. En die gaat over de stad waarin je woont. Leiden is de stad van mijn hart. Of ik kan overal wonen? Nee, Leiden is wel de stad van mijn hart. Ja? Ik zou meer moeten doen met mijn bekendheid. Of als ambassadeur voor Leiden ben ik niet in de wieg gelegd. Ik zou best meer kunnen doen met mijn bekendheid. Ja hoor. Ja, nee, dat. Ja, ja. Mijn moeten weet ik niet. Maar de Leidse politiek interesseert mij, of de Leidse politiek interesseert me niet zoveel? Ja, wel, de Leidse politiek interesseert mij wel. Ik volg het ook wel een beetje. Ik ga heel soms zelf naar raadsvergaderingen toe. Een goede vriend van mij is wethouder hier in deze stad. Dus, die steunt hem wel eens als het slecht gaat. Dan roep ik vanuit. Laat die man met rust. Ja. Leiden kennisstad of Leiden winkelstad? Nee, kennisstad. Ja. Laten we toch eventjes... we hebben het net over bekendheid gehad. Ja. Hoe is het om als BN'er in Leiden te wonen? Nou, dat is geen probleem. Nee? Maar dat is ook wel omdat het mijn stad is. Dus ik heb het idee dat veel mensen die hier hooi tegen me roepen... Hè, de marktkoopman of de man van het koffietentje waar ik kom... dat ze dat ook doen omdat ze me misschien al kenden... omdat ze me gewoon kennen als stadsbewoner. Als... Ja. Maar gebeurt het wel eens dat iemand hier in Leiden een selfie met je wil maken? Dan moet je bij Jochem zijn. Selfies, nee. Het is wel heel mooi. Ik presenteer ook al heel lang bij de VARA op weg naar het Lagerhuis, jongeren debatcompetitie. En toen ik er net mee begon, want daar lopen natuurlijk scholieren, 5, 6 VWO, mooie jongens en meisjes. En toen ik ermee begon, kwam er wel zo'n meisje naar me toe. Ja, mag je handtekening? En leuk natuurlijk.
paar jaar daarna kwam wel eens een meisje naar me toe. Mag ik je hand tekenen? Want mijn moeder vindt je zo leuk. Kan nog, weet je, mijn leeftijd. Ja. Kan er, een tijdje terug kwam er een meisje naar me toe. Mag ik je hand tekenen? Mag ik een beetje op de foto? Ja, nee, prima. Ja, want mijn oma. Dan is het einde toch wel langzaam in zicht, Benno. Ja, dat is het afgelopen met je. Ja, dus ik zit eigenlijk te wachten op een telefoontje van Max. Dan kan ik echt mijn carrière een boost geven. Maar... Ja, nee, god. Dat hoort er allemaal bij. Ja. Hoe belangrijk is deze stad voor jou? Heel belangrijk. Waarom? Ik voel me hier heel erg goed. Dit is echt mijn stad. Geboren, getogen, wel weg geweest. Ja, weer teruggekomen. Wat ik heel erg fijn vind is als je het werk hebt wat ik doe. En ook veel op reis. Vooral vroeger heel veel op reis geweest voor Jules en voor reis. Maar nu voor de muur ook wel. Dat je terugkomt op een plek waar je je gewoon direct thuis voelt. En waar je de mensen kent. Waar je de wijken kent. Waar je een verleden hebt. Waar je oude vrienden hebt wonen. Met wie je op de lagere school, op de middelbare school hebt gezeten. Ja, het... Andere mensen vinden dat misschien een onwaarschijnlijke kneuterigheid, maar ik vind het heerlijk dat ik precies weet dat we nu, dat de sterrenwacht nu in beeld is, waar een paar jaar geleden al die struiken en takken weggesloopt zijn en waar je nu weer geweldig zicht hebt. Dat is weg, we zien het niet. Geweldig zicht. Nee. Ik weet niet of ik hier ooit nog wegkom. Het zou best goed zijn hoor, denk ik. Ja? Om toch nog te vertrekken. Nou, de frisse wind in de haren en de soms denk ik ook van jezus. Zak hooi zit hier dan nog steeds in Leiden. Maar ja, weet je, de kinderen groeien op. En maar ik sluit niet uit dat ik op een dag misschien... Dan zou het misschien wel Utrecht zijn. Ja, is of Rotterdam. Het moment om over de toekomst te praten. Precies, dat is echt het bruggetje. Het lage bruggetje gemaakt naar de toekomst. Ja, de toekomst. Ja, de toekomst. Hoe ziet het leven er over 10 jaar uit? Waarschijnlijk Leiden, misschien Utrecht? 10 jaar. Nou, 10 jaar, dat is echt weer een andere fase. Kinderen zijn nu 12, 17, 19, ouders gaan studeren. 10 jaar, dan zou het zomaar kunnen dat ik in Leiden woon. Maar en ik sluit niet uit een andere stad. Om dat ook maar eens in mijn leven meegemaakt te hebben. Ja. En dan, wie weet iets dichter bij Hilversum, Utrecht zou kunnen. Ben je nog op televisie over 10 jaar? Ja, laat ik gewoon maar wel ja zeggen. Ja, denk ik wel. Ja, 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 ja. Ik vind het. Ik vind het vak leuk. Er zijn een aantal dingen die je kan. En ik wil nog steeds heel graag programma's maken. Zowel op radio als op tv. Dus ik hoop het wel. Nou, ben jij van de generatie, jullie lijken wel dieselmotoren. Hè? Jullie gaan maar door, jullie blijven op televisie. Ja. De jongere generatie. Denk je dat hij ook zo lang houdbaar is? Nou, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik vind mezelf inderdaad wel een bijzonder geval. Dat het al zo lang zo aardig goed gaat. Ik weet het niet wat... Maar zie je bijvoorbeeld een nieuwe Menno Bentveld klaar staan? Wat Filemon over 15 jaar doet. Ja. Ik weet het niet. Ja, maar dat is dus geen... Je zou ook ja kunnen zeggen. Wat? Ja, je zou kunnen zeggen ja... mijn opvolger staat al klaar, dat is Filemon. Dat doe je niet. Oh, nee. Nee, weet ik niet. Mijn opvolger, nee. Dat weet ik niet. Nee, ik ben ook zelf niet bezig met een afscheidstournee. Nee, dat snap ik. Nee, maar zijn er presentatoren waarvan je nu denkt van ja, die zijn lang houdbaar? Niet houdbaar? Als ik meer kijk naar de hoek waar ik een beetje vandaan heb, met Jules en zo'n reisbrug. Nou, ik denk mensen als... mensen die nu bij het Klokhuis werken of bijvoorbeeld of Jeugdjournaal of die mensen zien. Er is natuurlijk zo'n jongen die zat bij het Jeugdjournaal met die krulletjes, die is nu bijvoorbeeld bij RTL4 die verslaggever geworden. Vind ik wel leuk. Ik kan me voorstellen dat zulke mensen die zich ook inhoudelijk gewoon inwerken met programma's bezig zijn, ook achter de schermen, dat die langer houdbaar zijn dan mensen die alleen maar voor de camera een kunstje doen. Ja. Je zei al, je gaat nog een serie De Muur maken. De quiz, dubbelspel zit eraan te komen. Ja. Zijn er nog verhalen die jij echt nog per se wil vertellen de komende 10 jaar? Zeker. Ja, ja. Wat me heel erg bezighoudt, ook in Vroege Vogels, hadden we het net al een beetje over, is het milieu. Wat doen we met de aarde en hoe laten we het achter? Daar ben ik nog lang niet mee klaar. Ja. Kortom, we zijn voorlopig nog niet van Menno Bentveld af. Ik vind het verschrikkelijk leuk. Ik vind het echt een rijkdom om de dingen te kunnen maken die ik nu doe.
aan de ene kant moet ik er hard voor werken. Aan de andere kant wordt me ook wel eens iets gegund of komt er iets op me af. Ja, het is ook heel erg... toch ook wel pragmatisch zijn. Dus een combinatie van lange adem en ook gewoon pragmatisch zijn. Oog hebben voor de dingen die om je heen gebeuren en ja, soms je slag slaan en soms ook geluk hebben. Menno Bentveld, dankjewel dat je bij ons aan boord wilde zijn. Graag gedaan. In deze laatste aflevering van het tweede seizoen De Woelige Baren. Volgend jaar is het weer zomer. Het zou zomaar kunnen. Ja, we komen terug. Toch? Alleen het komt in ieder geval terug. Je komt terug op de boot. En in de tussentijd kun je natuurlijk ook gewoon op onze Facebookpagina terecht voor extra filmpjes. En voor alle afleveringen die je misschien wel gemist hebt. Facebook.com/De Woelige Baren. Tot volgend jaar. Bedankt voor het kijken. Tot volgend jaar. Doei. Leuk om te doen. Goed dat het er nog van gekomen is. Ja, fijn. Ja. Oké. Okay. Goed. Nou, wel thuis, hè? Ja, heel erg. Hoi. Ga jou maar even wachten. Ah, nou, emotioneel eigenlijk. Dat was ook een mooi seizoen, hè? Ja, tot volgend jaar, hè? Tot volgend jaar. Weg met die man.